Welkom. In dit filmpje gaan we kijken naar lineair interpoleren. Stof voor HAVO VWO wiskunde AMB. En je leert hoe je een tussenliggende waarde met lineair interpoleren schat. Laten we kijken naar dit voorbeeld. In de tabel zie je het aantal inwoners van de gemeente Almere. Schat met lineair interpoleren het aantal inwoners in 1993. Je ziet hier bij 1990 het aantal inwoners was 71.000 en bij 2000, het jaar 2000, waren het er 142.765. Wat doe je? Je gaat eerst kijken wat de toename per 10 jaar is. Dus je kijkt 142.765 min 71.000, kom je uit op 71.765. En dat is een toename in 10 jaar. Vervolgens ga je kijken wat de toename per jaar is. Dus dan deel je het door 10. En het gaat om het jaar 1993. Dat is dus 3 jaar na 1990. Dus we gaan toename per 3 jaar bekijken. Dus we doen die 7176,5 keer 3. Dit is de toename in drie jaar. En dat moeten we bij die. 71.000 optellen. En dan komen we uit op een comma-getal. En het gaat om inwoners, dus we ronden het af. En het is 0,5, 5, dus we ronden het af naar boven. We gaan naar nog een voorbeeld kijken. In de tabel staan cijfers over het aantal inwoners van Den Haag. Schat met lineair interpoleren het aantal inwoners van Den Haag in 2012. Zet even dit filmpje op pauze en probeer aan de hand van wat je hier ziet, zelf te komen op het aantal inwoners. Goed, laten we even kijken naar de uitwerking. Toename per 7 jaar, van 2010 tot 2017, is een toename van 36. En dan gaan we toename per jaar berekenen. Dus dan doen we het gedeeld door 7. Ik heb het hier als breuk. Je kan het op komma getal opschrijven, maar rond het niet af. Laat het op je rekenmachine als komma getal staan. Daarna de toename per 2 jaar, want we gaan van 2010 naar 2012. Dus we doen het keer 2. En vervolgens tellen we dat op bij de 489. Maar let op, het is een aantal inwoners keer 1000. Dus 489 plus die 1027. En dat keer 1000 levert ongeveer 499.286 inwoners op. Nou, ik hoop dat je het hebt begrepen. En heel veel succes verder.